Hallo allemaal, we zijn er met les 2 bezig van identiteit van de gelovigen. Ik heb in les 1 gewoon de introductie gedaan van waar dit eigenlijk wel past in de context van christendom, van jouw christenleven. Dit past een beetje nadat jij de basics hebt geleerd. Een soort mensen doen alfa-cursus als basics heel vaak. En dan als tweede kan je vrij zijn in Christus. Dat kan je doen van Neil Anderson, dat zou ik echt wel aanraden. Of je zou van James Beale, zou je die fundamenten kunnen doen in categorisatievorm, dat je in ieder geval de 6 fundamenten van Hebreeën 6 hebt te pakken. En dat helpt je heel veel om gewoon die fundamenten te krijgen. Want kijk, als je een groot fundament neerzet, dan kan je een groot gebouw erop zetten. Maar je kan geen groot gebouw zetten op een heel klein fundament, want dan dondert de hele boel om. Nou, dat willen we niet. We willen niet dat jij, laat maar zeggen, in een superbediening terechtkomt. En dan op een gegeven moment, dan, omdat je geen duidelijk fundament hebt van waar je dit allemaal op bouwt, dat jouw hele bediening in elkaar zakt omdat je met de wilde wijven op sjouw gaat. Of dat jij achter het geld aangaat. Of dat er gewoon een paar hele gekke dingen in jouw leven gebeuren, waardoor jij eigenlijk je grote mooie bediening waar je eigenlijk toe geroepen werd, dat je dat niet kan doen. Dus het is heel goed om een goed fundament neer te zetten. Nou, we zijn bezig met Colossenzen 3. We zetten door naar les 1. En dat is Colossenzen 3. En wij waren bezig met de dingen die boven zijn, moet je constant je aandacht op richten. Dit was de West-vertaling van wat daar eigenlijk staat. Dat je je aandacht gaat richten op het woord van God. Dat betekent voor jou en mij dat we die dingen die boven zijn willen zoeken. En dat we voortdurend onze gedachten daarop willen richten. Dat is een belangrijk ding, dat we onze gedachten daarop richten. Dan zullen we eerst moeten weten welke dingen daarboven zijn waar we onze aandacht op moeten richten. En de Bijbel zegt, indien gij met Christus bent opgewekt. Nou, daar begint het eigenlijk mee, hè? Colossenzen 3 vers 1. Indien je met Christus bent opgewekt, richt je gedachten op de dingen van de hemel. Dus zullen we daar eens mee beginnen? Indien je met Christus bent opgewekt. Hoeveel mensen geloven toen Jezus opstond uit de dood dat wij met hem zijn opgestaan? Jezus stond op uit de dood. Die heeft zich aan 500 mensen nog 40 dagen laten zien. Dat zijn allemaal geschiedenissen van, maar ook seculiere geschiedenissen van de Romeinen van die tijd. Die hebben geschreven dat deze Jezus inderdaad verscheen en dat hij omging met mensen. Dat is heel apart dat dat zelfs in de seculiere geschiedenis geregistreerd staat. Dat bekend is dat Jezus opstond uit de doden, niet alleen maar van christenen. Je denkt van ja, christenen, ja, zal wel, weet je wel. Maar zelfs de Romeinen die wisten dat in hun geschiedenisboeken te schrijven en te registreren. Dat daar iets heel geks gebeurde. En niet alleen dat. Maar waarom zitten we nou in 2022? We zitten in 2022 omdat de jaartelling toen begon. En dat waren, wie is verantwoordelijk voor die jaartelling? Nou, de Romeinen. Dus zelfs in hun beeld en hun denken moet er iets heel groots gebeurd zijn. Want anders begonnen niet opnieuw te tellen toen ik geboren werd. Dus dat was niet zo fundamenteel en zo groots. Als dat Jezus geboren werd en stierf aan het kruis, om je hele jaartelling daarvan af te herleiden. Dus het is heel typisch. Er is iets heel groots gebeurd op dat moment. En onze jaartelling is daar nog steeds een getuige van. Elke keer als jij 2022 schrijft, denk er dan aan dat het heeft te maken met Jezus Christus. Dat hij opstond uit de doden. Dus toen Jezus opstond uit de dood, zijn wij met hem opgestaan. Dat is wanneer je een kind van God geworden bent. Dus bekeer je, laat je dopen en je zult vervuld worden met de Heilige Geest. Dat lees je in Handelingen 2 vers 38. Dat is de manier om een christen te worden. Hoe word je kind van God? Je bent niet geboren als kind van God. Je bent geboren kind van een rebel. Kind van Adam. Afstammeling van Adam. Rebel, afstand tussen jou en God. Zonde zat ertussen. Zonde moest weggedaan worden. Jezus heeft de zonde op me genomen. En jij bent opnieuw geboren als je Jezus aangenomen hebt als verlosser, als jouw verlosser, als jouw redder. Als je gelooft dat hij stierf en opstond uit de doden voor jou. Dat hij jouw zonde op hem genomen heeft. Dus dan ben je een kind van God. Je bent opnieuw geboren. Wie ben je nu? Je opgestond bent uit de doden. Dat is waar deze les over gaat. Dus toen je opstond met Christus, werd je een totaal ander
mens. Een heel ander soort mens dan toen je stierf. Veel mensen kijken jammer genoeg niet verder dan het kruis. Maar het kruis is niet het einde. Er zijn antieke geloven, godsdiensten, die zijn nog steeds bezig met het kruis. Die hebben dan de passion, de passion, mooie muziek. Het is allemaal kruis, en hangen een kruis om mijn nek, hangen de kruis boven de deur. En die zijn bezig met het kruis. En het is Jezus en aan het kruis. En daar stopt hun godsdienst. Maar het is jammer, daar is het niet gestopt. Het gaat veel verder. Dat was maar het prille begin van verlossing en redding. En van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond wat God met ons wilde sluiten. Het kruis was het sterven aan dat oude. Dus het Oude Testament en het oude leven, alles is daar gestopt. En het Nieuwe is gekomen toen Jezus opstond uit de doden. Dus daar begint eigenlijk jouw christenleven. Jouw nieuwe leven en jouw nieuwe identiteit waar we het nu over hebben. Dank God voor het kruis, want zonder het kruis was er geen nieuw begin. Dus we hadden een dood nodig en Jezus gaf ons die dood. Wij konden sterven met hem. Maar dank God voor de begrafenis, want zonder begrafenis zou er geen dood zijn van de oude natuur. Dank God voor de opstanding, want zonder de opstanding zou je geen nieuwe identiteit kunnen hebben. Is het je opgevallen, christenen uit antieke godsdiensten zijn super bezig alleen met de dood van Christus. Zo bezig zijn ze dat ze niet het voordeel van de opstanding van Christus hebben begrepen. Nu, Colossenzen zegt, indien gij met Christus bent opgestaan. Kernding van het evangelie. Indien je met Christus bent opgestaan, dat betekent dat we opgestaan zijn als overwinnaars over de dood. En over de hel. En over het graf. Want Jezus was overwinnaar daarover. En hij heeft zijn overwinning in ons, aan ons gegeven. Wij zijn met hem opgestaan. Dus zijn wij, hebben wij diezelfde overwinning gekregen die hij overwonnen heeft voor ons. Over de dood, over de hel, over het graf, over Satan, over demonische machten en de werken van Satan hier op aarde. Wij zijn opgestaan als overwinnaars over de macht van zonde, de macht van ziekte, de macht van kwalen. Dat betekent dat het Gods plan is dat wij iets gaan doen met wie wij geworden zijn toen wij uit de dood opgestaan zijn. Dat was zijn bedoeling. Hij wilde een volk hebben die opnieuw geboren was, waar hij zijn eigen karakter en zijn eigen wil en zijn eigen kracht, zijn autoriteit, zijn glorie heet dat, zijn waardigheid, maar ook wie hij is. Gewoon alles wat hij is en wie hij is, dat wilde hij deponeren in mensen. Hij wilde dat plaatsen. In het Oude Testament zegt hij, ik geef je een nieuw hart. Hart van steen doe ik weg. Ik geef jou een hart van vlees. En ik geef jou een nieuwe geest. En ik doe mijn geest in jou. Dat zijn gigantische grote dingen die gebeuren op het moment dat je Jezus Christus aanneemt. Hij zegt dat dit is wat we zouden moeten doen. We moeten voortdurend op zoek zijn naar die dingen die boven zijn. En daarmee wilt hij niet dat je de hele dag zo met kramp in je nek gewoon rondloopt naar deze hemel kijken. Deze hemel is de eerste hemel. Dan heb je de tweede hemel, daar waar duivels, demonen en dat soort dingen zitten. Derde hemel, dat is waar God zit. In de Bijbel staat niks over eerste, tweede, derde. Maar er staat wel een beschrijving over verschillende soorten hemels. En je merkt ook dat je vanuit deze hemel door die andere hemel in de derde hemel komt. Dus daarvoor zit dat ding daar, oké. Jezus zei, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen je toegevoegd worden. Matthäus 6 vers 33. Al deze dingen zullen je toegevoegd worden. Zoek mijn koninkrijk, oké. Dat is niet van, oh Heer, geef mij uw koninkrijk. Nou, jij zoekt zijn koninkrijk. Hoe zoek je zijn koninkrijk? Ijverig zoeken. Zonder geloof is het onmogelijk om hem te behagen. Want zij die tot hem komen, moeten geloven dat hij is en een beloner is voor degene die hem ernstig zoeken. Dat is niet één keer zoeken, ik heb hem gevonden. Je blijft zoeken. Want er zit zo'n rijkdom daar. Zo. Je blijft zoeken en je blijft ontvangen. Dat is niet zoeken, oh, ik kan niet vinden de hele tijd. Nee, het is zoeken en vinden en toe-eigenen en ontvangen. Want het is je allemaal gegeven, alleen weet je het niet. En als je het
ineens doorhebt en je besnapt het ineens, dan kan je erin gaan functioneren en kan je ontvangen alles wat hij jou wil geven. En dat is onvoorstelbaar veel. Dat is rijk. God is rijk. Rijk. Openbaring staat straten van goud. Nou, maar dat is maar een heel klein stukje van die rijkdom. Die rijkdom zit in je geest. Die rijkdom zit in jouw denken. Die rijkdom zit in jouw lichaam. Hij heeft voorzieningen getroffen in die drie gebieden. Die drie categorieën waar wij uit bestaan. Er is geen betere plaats om een openbaring van het koninkrijk van God te zien dan de hemel zelf. Weet je dat de hemel de perfecte plaats is om het koninkrijk van God in actie te zien? Waarom is dat? Dat komt omdat de hemel een plaats is waar Gods woord vaststaat. Er is niks anders daar. Het is Gods wil, Gods plan. Er is absoluut geen turbulentie. Er is geen onrust, tegenspraak, twijfel tegen de heerschappij van de Heer in de hemel. En Jezus Christus is daar Heer over allen. Er is niemand daar die ruzie maakt, die discussieert, die zijn mening wil laten horen of zijn gezag probeert omver te werpen. De gezag van Christus. Hij is koning der koningen en Heer van alle heerscharen. De Bijbel zegt dat we met hem in de hemelse gewesten zitten. Efeze 2 vers 6. Zie je nou? Efeze 2 vers 6. Niet wat ik net zei, maar of in les 1 zei, maar het is Efeze 2 vers 6. Dat wij met hem in hemelse gewesten zitten. Dus als we het koninkrijk van God en de kracht van God naar het aardse rijk willen brengen, want dat bidden we. Onze Vader die in de hemel is, uw wil op aarde komen zoals het in de hemel is. Zoiets, hè? Ja, ik heb het allemaal in Engels geleerd, dus voor mij is Nederlands een klein beetje vreemd. Ik ben een zendeling vanuit Zuid-Afrika naar Nederland. Oké. God en de kracht van God naar de aardse rijk willen brengen, moeten we de hemelse perspectief hebben. Dus als wij, even de lijn pakken. Dus als we het koninkrijk van God en de kracht van God naar de aardse rijk willen brengen, moeten we een hemels perspectief hebben. Wij brengen de hemel op aarde. Omdat de hemel in ons land en wij brengen de hemel op aarde. Dus dat gebed van Jezus, onze Vader gebed, dat is beantwoord. Dat heeft Jezus Christus beantwoord. Alle aspecten van dat gebed. Daar is meteen een antwoord op gekomen. Als Jezus bidt, krijgt hij altijd antwoorden. Nou, hij bad het en wij zijn het antwoord. En wat hij gedaan heeft aan het kruis, de verlossing toen hij opstond uit de doden, dat is ook een vervulling van wat hij daar allemaal vroeg, wat hij allemaal bad daar zo. We zullen een strijdige houding willen aandoen. We zullen de vijand willen confronteren. Waarom? Omdat het er gewoon staat. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van je vlieden. Als daar een andere manier voor zou zijn, dan had het ook daar gestaan in de Bijbel. Maar dat staat er niet. Dus de actie van mensen, de primitieve, een beetje babyactie die je ziet bij christenen, is dat ze heel hard gillen naar God, help me! Weet je wel, en tuurlijk roept de Heer aan en hij zal je helpen. Dat bestaat, maar hij heeft het heel anders beschreven in het Nieuwe Testament. Wat daar staat is dat wij weerstand bieden aan de duivel. En wij zullen de duivel confronteren in ons eigen leven en ook dat in andere mensen hun leven. We zullen het woord van het leven willen hanteren vanuit een superieure positie van autoriteit. Hij heeft ons een superieure positie van autoriteit gegeven. Dus aan jou en mij is een plaats en een autoriteit gegeven die van hem afkomt. En hij wil dat wij daarmee werken. Je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op je komt. En je zal mijn getuige zijn in heel in Jeruzalem, Judea, Samaria en in de uiterste van de wereld. Hij wil dat wij een getuige zijn van hem en zijn leven, wie hij was en wat hij deed, zijn bediening zoals dat heet. Zoals hij rondging, goeddoende, genezende allen die overweldigd waren door de duivel, want God was met hem. Dat is de getuige van de kracht van God. God zalfde hem met de Heilige Geest en met kracht.
En zo zijn met diezelfde Heilige Geest zijn wij gedoopt. Dus diezelfde kracht hebben wij, maar ook dezelfde autoriteit hebben wij. Dus hij wil dat we een goed beeld zijn van hem. Hij zegt, dezelfde werken die ik doe, zullen jullie doen en nog grotere. Dat betekent dat wij zijn gezag en autoriteit nodig hebben. En dat heeft hij ook gegeven. Dus als je dat niet weet, dan weet je het nu. Gefeliciteerd. Oké, dus vanuit de superieure positie van autoriteit. Dan moet je niet stijgen als ik dit zeg. Dan moet je denken van, dank u wel. Halleluja. We hoeven niet te vechten om een vijand te overwinnen. We vechten omdat we al hebben overwonnen. We vechten niet omdat de overwinning we vechten niet om de overwinning te krijgen. We vechten omdat we de overwinning al hebben. Jij en ik, wij hebben die overwinning al. Wij zijn nu met Christus opgewekt. Wij zijn nu in Christus gezeten aan de rechterhand van God. En de Bijbel zegt dat als je met Christus bent opgewekt, je voortdurend moet zoeken naar de dingen die boven zijn. En voortdurend je zinnen moet zetten op de dingen die boven zijn. Voortdurend. Voortdurend, dat betekent de hele dag. Bid zonder ophouden. Bid zonder te stoppen. Kan dat? Ja, dat kan. Dat kan. Zeg dit. Ik zet constant mijn gedachten op de dingen die boven zijn. Als we naar de wereld kijken, zien we dat de niet-herboren mensen gewoon toegang hebben tot de geestelijke wereld. Het is heel normaal voor mensen om contact te hebben met geesten, het spirituele, zoals dat dan heet. Of dan zijn ze bezig met een aantal dingen. We weten dat mensen toegang hebben tot geestelijke wezens. Heel veel mensen zijn bezig met geestelijke wezens. We weten dat een yogi vele jaren moet oefenen. Hij zal ijverig moeten mediteren. Daar is hij bezig, lotuspositie, handjes zo, weet je wel. Mediteren. Hij zal na zijn eerste les, zijn eerste schooldag van meditatie, niet bezeten worden nog door demonen. Dat zal nog niet gebeurd zijn. Hij zal nog even door moeten gaan voordat hij volledig lekker gevuld wordt met demonische machten. Hij zal zich in de juiste ademhalingstechnieken moeten specialiseren, moeten oefenen. Die zit daar te oefenen en hij moet oefenen dat hij in een neutrale toestand komt en dat hij zijn geest brengt naar een rust in zichzelf moet vinden. Hij zal moeten oefenen zijn denkwereld tot rust te brengen en zichzelf leeg te maken, zodat hij zich kan openstellen en toegankelijk maken door de demonische geesten of de krachten waarvan hij denkt dat het de krachten van verlichting zijn. Enlightenment. Hij krijgt verlichting door zijn meditatie. Dat zijn de kreten die zij doen en de oefeningen die zij doen. Het gebeurt niet allemaal even. Weet je, als mensen contact willen hebben met die hemelse gewesten, dan gebeurt dat. En dan moet je dus een heleboel dingen voor doen. Een ander getuige daarvan, dat is voor de transcendente meditatie. En die heeft niet het gevoel dat als het niet werkt en dat hij niet meteen bij les 1 een uittredingservaring heeft gehad, dat hij ermee kapt. Hij gaat door. Hij zal blijven proberen om zijn geest te richten op de cultische dingen waarvan hij niet weet dat ze fout zijn. Geen benul van. Ze zoeken gewoon iets. Ze zoeken eigenlijk God. Ze kunnen het niet vinden. En er komt iemand langs die zegt, hey, kom mee naar TM, transcendente meditatie, of naar de yoga. Kom mee naar de yoga. Dan krijg je echt rust. Dan beleef je van alles. Nou, dat zoeken mensen ook. Nou, dat is een God te vinden juist. En God heeft daar een grote overvloed van. Maar omdat er geen christen is die ze uitnodigt en zegt, kom met mij gewoon. En dan leid ik jou. Ik help jou om Jezus Christus te vinden. Man, en de vrede die je daar vindt, die heb je er nooit mee gemaakt. Dat is zoiets, daar verlang je hele hart naar. En ook de liefde van God die in je leven komt. Oké, de transcendente meditatie, meneer of mevrouw, die zal zijn geest erop blijven richten totdat hij vroeg of laat iets zal ervaren. Wat zal die ervaren? Een uittreding. De zoeken naar transcendente meditatie gaat liggen. En hij stelt zich voor dat hij op de bodem van de zwembad ligt. En dan zal hij zich alleen maar hoeven ontspannen. En dan komt hij naar boven drijven. Naar de oppervlakte drijven. En dat is wat hij in zijn gedachten eigenlijk wel zich voorneemt.
om te beleven, te mee te maken. En op een dag dat hij dit weer doet, zal zijn geest of zijn ziel, hij zal het gevoel hebben dat hij naar de top van het zwembad drijft, maar voor hij het weet, zal hij op zijn lichaam neerkijken. Dus dan is hij losgekomen van zijn lichaam en heeft hij een buitenlichamelijke ervaring gehad. Nou, hé, dat maak je dan mee als transcendente meditatie. Er zal natuurlijk wel heel veel meer mee zitten, maar dit is een beetje... Maar het duurt. Nee, dat is even de punt wat ik wil hier weer maken. Dat is, het duurt lang. Het is niet even zomaar boem en het is er. Hè? Het duurt even lang. Iemand zegt, wat heeft dit nu met deze les te maken over identiteit van de gelovigen? Nou, dan zal ik gij zal dat horen. Hè? Ik ga het even vertellen. Christenen schijnen te denken dat de geestelijkheid niets te maken heeft met waar ze in geloven, maar Christenen denken dat geestelijkheid of geestelijke koppelingen, geestelijke verbindingen, geestelijke groei niets te maken heeft met waar zij in geloven of waar zij over mediteren en waar zij hun tijd en aandacht in investeren. Er zijn in eerste instantie en ook een kerk is voor een... Nou ja, dat ga ik allemaal niet zeggen, oké. Ze denken dat God moet komen opdagen, net als een Sinterklaas, en dat hij het gewoon maar moet doen. Oké, maar zo is het niet. Tenminste, zo leren we dat niet in de Bijbel. Dus het is inderdaad ook niet zo, want de Bijbel is de waarheid. Indien gij met Christus zijt opgestaan, zoek die dingen, zet je zinnen op de dingen die boven zijn. Dat is wat er staat. Dus dat is de manier om te groeien en om toe te nemen in Gods, in die niveaus en in die rijkdom die God jou wil geven. Mediteer over je positie, je identiteit en je natuur in Christus. De mens heeft de creativiteit niet uitgevonden. Een mens heeft het vermogen niet zelf verzonnen van zijn verbeelding, om je verbeelding te gebruiken. Het was God, het was niet de mens die dat maakte. Het maakt ons tot bijzondere wezens, hè? Dat wij een fantasie en dat wij inbeeldingen kunnen maken, het vermogen om verbeelding te gebruiken. En dat is een heel sterk ding wat mensen hebben. Mensen die gered zijn of ongered, niet geredde mensen, die hebben een door God gegeven vermogen om de geest, om in de geest plaatsen te bezoeken. Okay? Dus je kan lekker op je stoel zitten en je kan je ogen dicht doen of met je ogen open en je kan ineens precies daar zijn waar je ooit op vakantie bent geweest. Misschien in Madrid ben je geweest of in Milaan of in Rome of zo. En boem, ineens ben je er. Hè? Lekker Griekenland of Kos, lekker in Spanje op de Canarische eilanden. Je kan gewoon even boem en je zit er. Hè? Dat is je fantasie, je verbeelding. Je kan er in één klap naartoe gaan. Je kunt in een kamer zitten en naar deze plaatsen gaan in de geest. Je zult ontdekken dat je in beelden denkt. Je bent met iets bezig, met je fantasie, met je verbeelding. Je bent altijd met iets bezig. Men heeft het vermogen om zijn gedachten te volgen. Dus jij kan ook dingen verzinnen of creatief zijn. Er zijn bepaalde eigenschappen die je in jezelf hebt. En dat maakt jou creatief. En jij kan deze gedachten volgen. Je kan dingen bedenken. Je kan dingen creëren. Je kan onze creabea's, die verzinnen dingen. En dat eerst zit je en dan denk je, oh, ik kan dat. En ik wil zus, ik wil dat. Dat zijn goddelijke dingen. Bijvoorbeeld, eens op een dag, denk gewoon eens aan iemand. Gewoon iemand in je buurt en denk over ze in teleurstelling en wrok. Dus je hebt gewoon een hekel aan deze mensen en je denkt, en deze mensen hebben je teleurgesteld en ik heb wrok tegen ze. Probeer dat 2 of 3 dagen gewoon in woede te denken over deze lieve mensen. En als je dan die persoon tegenkomt, zou je het heel moeilijk vinden om aardig tegen deze persoon te doen. Moet je eens nagaan hoe dit jou verandert in jouw denken. Als je dus bewust bezig bent en je laat jezelf toe dat je gewoon in haat en wrok denkt over iemand.
En dan twee of drie, je bent er twee of drie dagen mee bezig. Oh, die persoon. En na twee of drie dagen kom je die persoon tegen. En je weet je geen houding aan te nemen. Of je kijkt en het vuur spuugt gewoon uit je ogen. Gewoon omdat je op die manier ermee bezig bent geweest. Misschien heb je andere mensen verteld of heb je gebeld. En ze zeggen, ja, die heeft dit en dat allemaal gedaan. En allemaal fout en allemaal verslecht en fout en haat en dat soort dingen allemaal. Je komt ze tegen, je weet geen houding aan te nemen als je ze dan ziet. En want je kan onmogelijk, kan je meer aardig zijn tegen deze persoon. Je zal het heel moeilijk vinden om met deze persoon te communiceren. Je kan zelf ook zien. Ik kan zelf ook zien als mensen negatief over mij gesproken hebben. Je hoeft ze alleen maar tegen te komen en dan raken ze een beetje paniek. Ze hebben geen woorden. Ze kijken heel raar en ze doen heel raar. Oké, ze zijn hun gedachten gevolgd. Zij volgen hun gedachten. Ze volgen waar hun aandacht. Ze investeren in dingen, in aandacht. Ze investeren in haat en brok in dit geval. En dat beïnvloedt hun handelen. Oké, daar gaat het nou even om. Het gaat erom dat wat jij denkt, waar jij gedachten op zet, dat wordt jouw handelen, dat wordt jouw realiteit. Dat is datgene wat jij aanneemt. De yogi moet het doen, de transcendente meditatie moet het doen. Martial arts, weet je wel, die gevechtsporten die er zijn, die moeten ook gigantisch mediteren. En dan op een gegeven moment krijgen ze chi, hè, die chi. Dat is de kracht van het leven, zogenaamd. Hè? En die leraar, weet je wel, die monniken die daar zo in Tibet bezig zijn. Nou, dan oefenen ze met hun meditatie. En op een gegeven moment dan zijn ze... Ze zetten hun gedachten op die dingen die nodig zijn waar ze zich naar uitstrekken. En dat duurt en duurt en duurt en duurt voordat het binnenkomt. Maar je ziet dat deze mensen contact kunnen krijgen met die hemelse gewesten. En ook deze mensen, wat ze eigenlijk wel zoeken is dat er een kracht in hun begint te werken. Een demonische kracht, dat je ze raken hun tegenstander alleen maar aan en die vliegt gewoon door de lucht heen. En dit zijn hele bijzondere krachten die gewoon heel reëel zijn, heel echt zijn. Maar waar ik eigenlijk de rode draad eigenlijk wil oppakken steeds is waar jij jouw gedachten op zet. En dat staat in Colossenzen 3 vers 1 en 2. Daar staat waar wij onze gedachten... Zet je gedachten op die dingen die in de hemel zitten. Zet jouw gedachten op die dingen die jij geworden bent, die God jou gemaakt heeft. En je zal, het zal in jou beginnen te werken, het zal in jou beginnen te functioneren. Wij dienen datgene waar onze gedachten op gezet zijn. Daar waar wij onze gedachten op zetten, dat is wat wij dienen. Dat is waar wij ons leven mee vullen, waar wij ons richting mee zetten. Dit zijn de dingen die we doen. Even kort door de bocht. Oké. Dit heeft hen in staat gesteld om een slaaf te worden van datgene waar ze voor gekozen hebben. En op te mediteren. Dus ze zijn een slaaf. Daar hebben ze zich gewillig als slaaf gesteld aan deze dingen. Omdat ze hun aandacht daaraan gegeven hebben. Op dezelfde manier kan je goed voelen over God. Je kan goed voelen over wie God is. Het is onmogelijk om lang met het woord van God bezig te zijn en te mediteren over God. En dat je bewust bent van je positie in Christus zonder enorm van hem te gaan houden en tot hem te naderen. Je begint je actief de realiteit te ervaren van waarin hij voor jou voorzien heeft. Al zijn voorzieningen, zijn rijke voorzieningen, die begin je als een realiteit in je leven te zien. Daarom zegt de Bijbel in Jozua 1 vers 8, maar gij zult er dag en nacht in mediteren, opdat gij in acht neemt te doen naar alles wat daarin geschreven staat. Want dan zult gij uw weg voorspoedig doen verlopen en dan zult gij goed slagen. In Engels staat er dan, zult u uw weg succesvol maken. Zeg dit na. Als het tot me doordringt dat ik een overwinnaar ben, dan zal ik een overwinnaar zijn. Als het tot me doordringt dat ik rijk ben, dan zal ik rijk zijn. Als het tot me doordringt dat ik genezen ben, dan zal ik gezond zijn. Als het tot mij doordringt dat ik gezalfd ben, dan zal ik gezalfd zijn. Als het tot mij doordringt dat ik het huis van God ben, dat mijn lichaam een tempel van God is,
dan zal het zo zijn. Dan ben ik bewust dat hij binnenin me woont. Als het tot me doordringt dat ik vol van de geest ben, dan zal ik vol zijn. Wanneer het tot me doordringt dat ik een nieuw mens ben, dan zal ik een nieuw mens zijn. Vaak weten we dit wel, maar alleen het weten geeft ons nog geen korte weg daar naartoe.